Geweldig. Goeiedag. Welkom, burgemeester. Dat is in de verrassing. Ja, fijn, hè? Dank je. Nou, dat ik zo welkom geheten mag worden, hè? Zo is gedaan. Goedemiddag. Gefeliciteerd. Hallo. Dankjewel. Ja, gefeliciteerd, hè? Ja. Ik had nog een aardig boekje meegebracht over Wageningen. Misschien vinden jullie het nog wel leuk. Jullie zijn wel niet echte Wageningers, maar wel alle tijd. Hij is een binnenkomer eigenlijk, hè? Nee, je bent een binnenkomer. Kijk, nou, dan ken je Wageningen. Ik ben in Alexanderweg geboren. Kijk, ja. Dan kent je iets goeds hier, hè? Ja. Staat al. En jullie krijgen live opname van de bekende zender Veluwe Zoom TV. Maar dat vonden jullie goed, hè? Ja, dat komt op YouTube. Ja, ze maken altijd mooie reportages over het leven in Wageningen. Hè? Ja, en daar zijn jullie ook onderdeel van. Zeker. Waar zit jouw kappersbedrijf nou eigenlijk? Hier aan het eind van de straat. Oké. En ik vroeg aan Petra van Amersfoort, ik zei, ga daar de familie weren. 60 jaar huwelijk vind ik altijd wel leuk, want dan krijg je weer zo'n een ander verhaal van Wageningen te horen. En wat u bent natuurlijk, ja, nog niet zo heel lang, maar toch ook wel... 25 jaar ook al. Of 25 jaar in Wageningen. Gefeliciteerd allebei met deze dag. En jullie zijn vandaag 60 jaar getrouwd. Precies 60 jaar getrouwd. Precies 60 jaar. Ja, het is heel, heel wat om dat vol te houden. Was het voor u ook moeilijk, die 60 jaar? Om hem onder de duim te houden. Ja. Hebben jullie altijd in Wageningen gewoond? Nee. Nee. Wij komen, mijn vrouw die komt uit Rotterdam. En ik zelf ben geboren in Bennekom. Hier vlak, nou, 3 kilometer hier vandaan. Ja. Ja. En hoe heeft u elkaar dan leren kennen? Ik heb maar door mijn zuster, die woonde in Rotterdam in de tijd. En die hadden weer een vriend. En dat was oma Kees. En daar zijn we eigenlijk in connecties gekomen. Ja. Ik kwam een keer op een verjaardag bij zijn zuster, met onze familie. Ja, je waren een vriend. En toen kwam hij ook op die verjaardag. En zo is het gekomen. Toen was het meteen raak? Nou, ze was nog te jong. Ik vond het wel aardig, maar ik denk, nou ja, dat is eigenlijk nog te jong om mee te gaan. Nou. Ik had op dat moment verkering. En ik denk dan, toen vond ik haar toch mooier. Ja. Toen heb ik eigenlijk gekozen. Maar ze was eigenlijk nog te jong. Okay. Want we schelen 7 jaar met elkaar, hè? Ja. Dus, Maar toen later is het er toch van gekomen. En toen zijn jullie naar Wageningen vertrokken? Nee, helemaal niet. Toen zijn wij voor eerst, heb ik als chef gestaan in Hoogvliet. In Hoogvliet. Jaren. En toen was het te veel werk daar. Toen zei mevrouw, wat je nou kan doen, wat je voor een ander doet, dat kun je ook voor onszelf doen. Toen zijn we voor onszelf begonnen in IJmuiden. En daar heb ik 40 jaar gezeten. Ja, en dan bent u begonnen als kapper. En, ik ben altijd kapper geweest, van mijn 13e jaar af. Ja, ja. Want u vertelde net hoe dat ging, hè? En na de bevrijding van Nederland, toen bent u eigenlijk al meteen gaan werken met 13 jaar. Toen ben ik al gaan werken, ja. Toen ben ik begonnen met de inzepen. En toen ben ik bij een kapper gaan werken op de markt hier in Ede. Bij Butselaar, ja. En toen later bij Idema. En daar heb ik het scheren geleerd. Bij een melkboer. Die was altijd dronken 's morgens al. En dan bracht hij de melk in zo'n kannetje iedere keer. En dan schepte hij erin. En toen moest hij geschoren worden, maar toen had mijn baas, die had te lang werk en ik was inzeper. Dus ik zeepte er altijd in, maar dat duurde te lang. Toen zegt hij tegen me, pak de pers, zet die en probeer te scheren. Nou, toen begon ik, hier een winkelhaak, daar een winkelhaak en hier eentje. En toen heb ik leren scheren. Ja. Toen ging hij met 3 pleisters ging hij weg. En toen zei mijn baas, zo zit hij, dan oké, een beetje gelijk hoe het meest werkt. Ja, dus de volgende die kwam eraf met wat minder... Minder, ja, toen deed ik voorzichtiger. Ja. Maar ja, hij was een beetje, dan stond hij weer op en dan deed hij weer dit, weet je wel, ja, hap. Ja, ja.
Maar daarna zijn jullie de eigen kapperij, kapsalon begonnen? Ja, dat is al heel wat jaren later. Nou, toen was hij net geboren. Dat is 57 jaar geleden. 57 jaar. Zijn we naar de Muiden verhuisd. Ja. En wanneer zijn jullie dan hier in Wageningen terechtgekomen met de kapsalon? Ongeveer 27 jaar geleden heb ik voor mijn dochter de zaak gekocht. Toen hebben we de zaak overgedaan aan Peter. Ja, ja. Ja, want u heeft de kinderen ook geïnspireerd om in het haar te gaan. Ze wilden het zelf hoor. Ze waren alle twee waren ze geïnspireerd. Ze hadden geen zin in school. Nee. Ze gingen liever naar de kapperschool. Ja. Ah, mijn dochter die was al heel vroeg bij me, want in IJmuiden. Daar kwam ze van school af en dan gooide ze die tas neer en dan was het helpen. En u speelt ook orgel? Een beetje, ja. Een beetje, maar dat is allemaal een beetje uit het hoofd. En ach, nou, dat ik na 82 jaar niks te doen heb, ga het even meer doen. Hè. En dat gaat steeds beter, maar mijn handen waren een beetje stijf nu, dus ik kon niet zo goed spelen. Maar het is natuurlijk ook een hobby van u, hè? Het is gewoon een hobby, natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Maar u heeft ook een hobby, want ik zie overal paarden staan. Ja, hè? Ja, paarden, dat was haar hobby en haar dochter. Daar zijn we mee begonnen, in de Muiden. Ja. Het meeste geld gekost. Paard is ook mee naar hier gekomen, toen we hier gingen verhuizen. Maar ja, 10 jaar geleden was het over. Is die overleden, ja. Ja. En toen heeft u, want u heeft een best toch wel een leuke paardenverzameling, wat ik net even zag. Ja, maar mooi hoor. Nou, moest je bij haar kijken. Honden en paarden hebben we gehad. We hebben van begin af aan honden gehad. Ja, een leuk. Hè? Ja, echt waar. Ja, dat kan nou niet meer. Kan niet, maar ik zou zo weer rond willen. Ja, ja. Nou. Ja, dat moet natuurlijk uitgelaten worden en alles. Ja, en dat is de moeilijkheid. Ja, dat is de moeilijkheid. Ja. Mensen, ik jullie nog heel veel plezier vandaag. Ik dank je wel. Nou, we hebben gisteren ook een fijne dag gehad hoor. Hè? Ja, ja. Dat was zeldzaam mooi. Met vrienden in Hoekelum. De Hoekelum. Boerderij. Dat was heel leuk. Ja. En hoeveel kinderen hebben jullie? 4. We hebben er 4 en we hebben 9 kleinkinderen. Nee, 10. Oh ja, 10, ja. En een achterkleinkind. Oh ja, een achterkleinkind. Zo, kijk. Ja. Dat wordt een grote familie zo. Ja, prachtig, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, dank jullie wel. Graag gedaan, hoor.